Erik Gerritsen, algemeen directeur van de KNB. Vandaag een belangrijk moment. De hoofdklasse hockeydames, vanaf nu geheten Livera hoofdklasse hockeydames. Ja, hoe mooi is dat voor de KNB? Ja, ik ben er heel blij mee. Als KNB, maar eigenlijk vooral voor de hoofdklasseverenigingen en voor de sport. Zoals je ook achter me ziet, een professionele uitstraling. Dus dat is heel fijn. Wat we vorige week in feite aangekondigd hebben, is de samenwerking tussen Icons, de HSV en de KNB. En je ziet wat er gebeurt als je collectief samenwerkt. De clubs collectief de rechten inbrengen. De bond meehelpt, daarin ook iets in het mandje doet. Dan zie je dat er gezamenlijk sta je sterker. En dus kunnen we vandaag met z'n allen een naamgevende sponsor voor de dames hoofdklasse aankondigen. En dat is heel mooi voor de sport. Heel fijn voor ons en heel dankbaar naar Livera dat ze dat doen. We zijn ontzettend blij en heel trots dat wij onze naam hebben kunnen verbinden aan de hoofdklasse hockeydames. Ja. Ja, wat is de reden uiteindelijk geweest dat Livera ervoor kiest om zich aan het hockey te verbinden? Nou, Livera is een organisatie voor vrouwen. Wij zijn een lingeriebedrijf en verkopen echt lingerie, nacht- en badkleding voor vrouwen. En wij vinden het belangrijk dat wij goed kunnen zorgen voor vrouwen. Dus vrouwen moeten zich op hun gemak voelen. We zorgen in de winkels dat ze zich prettig voelen, want je geeft je letterlijk bloot. Maar daarnaast vinden we het belangrijk dat vrouwen goed in hun vel zitten. En dat heeft te maken met de balans tussen privé en werk. En goed voor jezelf zorgen, goede voeding, bewegen. Dus sport is echt een onderdeel van het leven van de vrouw. Nou ja, en dat is de reden waarom wij ons hebben verbonden aan hockey. Ruim 60% van de hockeyers is een vrouw. Dus de match is gewoon heel overduidelijk aanwezig. En voor ons is het mooi om Livera op die manier in contact te brengen met zoveel meer dames. En hopen dat we daar ook een bijdrage aan kunnen leveren om die zichtbaarheid van die vrouwen te vergroten. Het is natuurlijk uiteraard voor de clubs een belangrijk moment. Maar voor de hele hockey denk ik een belangrijk moment. Zeker ook voor de KNB. Dat we weer een naamgevend sponsor hebben. Trots, heel trots ben ik. Ja, mooi om te zien. En waarom is het dan zo'n mooi moment voor hockey in Nederland? Hè? Na jarenlang zonder sponsor in de naamgeving van de hoofdklasse. Nu is het weer zover. Waarom is dat belangrijk voor de sport in Nederland? Nou, uiteindelijk is het een sponsor. En gaat het natuurlijk ook om de financiële ondersteuning die dat met zich meebrengt. Daar hebben te zijner tijd op termijn de clubs ook een belang bij. Dus dat we de professionalisering kunnen voortzetten, dat we de sport kunnen beter kunnen ondersteunen en dat we uiteindelijk het hockey naar een hoger plan kunnen trekken. De nieuwe naam Livera hoofdklasse hockey, vanaf wanneer wordt die gebruikt? We hebben natuurlijk net het contract getekend, maar zondag 14 oktober is de eerste wedstrijd in de Livera hoofdklasse hockey dames. Dat klinkt goed. Hè? Wat gaat hockey in Nederland er nog meer van merken dan alleen de naam? Ja, we zijn natuurlijk heel blij dat de naam heel veel verspreid gaat worden via heel veel diverse kanalen. Maar er zijn 320 hockeyverenigingen in heel Nederland. Wij hebben 100 winkels in Nederland. En het is prachtig om nu naast de nationale samenwerking die we hebben met de hoofdklasse ook onze ondernemers daarin mee te nemen. Zodat zij ook zelf, het is eigenlijk een licentie voor onze ondernemers om zich te verbinden aan de lokale hockeyverenigingen. Dus alle hockeyverenigingen in Nederland kunnen te maken hebben met Livera. En dan kunnen we heel veel mooie activaties kunnen we daarvoor verzinnen. Lang geleden was het de Rabo hoofdklasse als onderdeel van het sponsorship met de KNB. Daarna hebben we een aantal jaar geen naamgevend sponsor voor de hoofdklasse weten te vinden. Dus het is een heel belangrijk signaal. Het is een signaal volgens mij dat de hoofdklasse telt. Dat de waarde, uitstraling en marketingkracht van de hoofdklasse groeiende is. En dat is precies wat we willen. Om zo stilletjes aan een businessmodel ook voor de hoofdklasseverenigingen te realiseren. Dus superbelangrijk voor de sport. Een mooi businessmodel hiermee al van start gegaan. Maar ik denk dat veel mensen zich ook afvragen, en nu de dames, wanneer zijn de heren aan bod? Is dat iets waar de KNB ook mee bezig is? Nou, het liefst zo snel mogelijk. Dat zouden we heel graag willen. En wat we eigenlijk hopen en verwachten is dat uit de samenwerking en de samenbundeling die we hebben met Icons en de HSV, zeker de hoofdklasseclubs, dat die gezamenlijke kracht als volgende stap ook leidt tot een naamgevend sponsor voor de herenhoofdklasse. Om daar ook gezamenlijk die waarde te gaan creëren. Dus daar werken we hard aan, maar we hebben nog geen nieuws. Uiteraard is het ook de bedoeling dat de heren eveneens een naamgevend sponsor krijgen. Daar is Icons Hockey mee bezig. We hebben vorige week de contracten getekend dat we een professionalisering gemaakt hebben ten aanzien van de sponsor en de sponsorjacht in elk geval voor de clubs. Dat hebben we uitbesteed nu. Dat wordt overkoepelend voor de clubs gedaan. En de uitdaging is nu om daar een mooie herensponsor naast te zetten. Dat mogen duidelijk zijn.